Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals je misschien kan zien op de achtergrond, ben ik niet in Nederland. Sta ik op een hotelbalkon en ben ik in Amerika. Ik ben in Los Angeles en ik mag dit weekend naar BlizzCon. Fucking awesome. Ik heb er ook super veel zin in. We gaan straks lekker ontbijten. Ik ben niet alleen. Er is nog meer Nederlandse media aanwezig. Dat jullie vast wel zien bij het ontbijt. Maar het zou super awesome zijn als jullie op het duimpje omhoog drukken. Ik ga al die awesome shizzle minizzle drizzle voor jullie filmen. En ja, let's go. Ik heb er zin in. Oh, trouwens, ik ben één ding vergeten te vertellen. Als jij daar achter mij kijkt, daar, zie je een soort van achtbaan. En dan denk je van, achtbaan? Ja, een achtbaan. Dat is namelijk Disneyland Parijs in freaking LA. Bizar. Het is gewoon die kant op en we zijn er al. Trouwens, ik ga gewoon even alvast wat meer dingen vertellen. Hieronder wordt vanavond een dik concert gegeven. En als je hier de straat uit loopt, is het Convention Center al. Ik zal jullie alles straks laten zien. En ik word een beetje in de gaten gehouden. Ik heb een stalker mee. Nou, wat een stalker. Wat een stalker. Dus wij gaan veel plezier beleven in Amerika. Dus duimpje omhoog. Woo. Kijk hoe raar deze lift is. Als ik hierop druk, ga ik naar de lobby. Kijk, en dan zegt hij L is op C. Daar is bordje C. En dan komt hier de lift. Tada! En dan zegt hij hier dat je naar de lobby gaat. Sesam, dicht. Oh, zie je, hij luistert ook nog naar mij. Het is als we kunnen naar boven kijken. Dan gaan we in de lobby. Het gaat super snel. Lijkt wel een lancering die we het meemaken of zo. Dat is voor ons twee? Ja. Oh, je hebt waar? Of dat is voor. Nice. Totally not awkward. Oké, we zijn aangekomen in het Convention Center voor BlizzCon. Het is bizar. Ik zal jullie zo wat beelden laten zien. Hoe hard mensen wel die willen rennen om een plekje te bemachtigen. Bij alle nieuwe aankondigingen. Het is bizar. Als je nu nog kijkt achter mij, loopt die nog steeds door. En het gaat helemaal tot achter. Er hangen overal mega schermen. Zodat je gewoon alles van achter kan zien. Maar dit is bizar. Mensen, hier moet je zien. Er blijven gewoon alleen nog maar mensen binnenstromen. En daarachter nog veel meer.
security system on the planet. Of course. Sombra will be the next hero joining the cast of Overwatch. I'm sure no one saw that coming.